Welkom bij de Monex Europe Valute Update van deze week. Afgelopen week zagen we toch wel een historische week, waarin de Europese Centrale Bank aankondigde dat het opkoopbeleid nu toch ook eindelijk wordt afgebouwd eind 2018. Daarnaast vervulde de FOMC eigenlijk haar plicht door met de renteverhoging te komen, maar ook werd toch wel voorzichtig een vierde renteverhoging voor dit jaar aangekondigd. Daarnaast stond Angela Merkel opeens wat wankelijker nadat haar coalitiepartner, de CSU, aangaf toch wat minder blij te zijn met haar immigratiebeleid en haar open deurenbeleid. Nou ja, keert dan deze week de rust weer terug op de valutamarkten na zoveel drukte? Dat valt eigenlijk nog behoorlijk mee. Want zo beginnen we bijvoorbeeld met een conferentie van de Europese Centrale Bank in Sintra, Portugal. Nou, afgelopen jaar zagen we best wel wat volatiliteit en ook dit jaar kunnen we een herhaling van zetten zien wat dat betreft. Dinsdag spreekt bijvoorbeeld Mario Draghi over macro-economische invalshoek van de ontwikkeling in prijs en lonen. En je kan hierbij best wel wat meer toelichting gaan geven op de beslissingen die de Europese Centrale Bank afgelopen donderdag heeft aangekondigd. Ook neemt er woensdag plaats in een paneldiscussie samen met Jerome Powell van de Fed en Haruhiko Kuroda van de Bank of Japan. Op het moment dat deze centrale bankiers hun mond open doen, is het bijna gegarandeerd dat valuta ook in beweging komen. Interessant dus om dit dinsdag en woensdag in de gaten te houden. Nou, daarna, voor de rest van de week, hebben we eigenlijk een handje vol met wat kleinere dingen die bij elkaar toch best wel relevant zijn. Zo hebben we op donderdag de Bank of England en de Zwitserse Nationale Bank die beide met een rentebesluit komen. Dan hebben we op vrijdag de inkoopmanager indices voor de eurozone. En ook komen de OPEC-landen bijeen om te bepalen of de olieproductie omhoog moet. Nou, we weten niet precies wat dit gaat doen, maar de verwachting is dat de olieproductie omhoog gaat. Dat de olieprijzen wat kan drukken en ook wat druk kan zetten op valuta die hier gevoelig voor zijn. Zoals bijvoorbeeld de Noorse kroon of de Canadese dollar. De inkoopmanagersindices overigens zijn interessant omdat ze eigenlijk een vooruitwerpende blik hebben op wat er gebeurt in de eurozone en daarom breed gevolgd worden door analisten. Nou, dan hebben we tenslotte op zondag de Turkse verkiezingen en dit is dan weer interessant voor de Turkse lira. Omdat de Turkse lira afgelopen jaar, sinds het begin van het jaar, 20% is verloren en eigenlijk voornamelijk omdat markten zich toch wel zorgen maken over de onafhankelijkheid van de centrale bank. Nou, kan het na zondag zomaar zijn dat Erdogan hierover zijn mening verandert en de centrale bank wat onafhankelijker maakt? Of misschien is er een andere partij die wat meer wint, waardoor Erdogan wat minder een alleenheerser is en ook om deze reden de Turkse lira weer wat kracht kan geven. Nou, kortom, van Portugal tot aan Turkije, ook deze week is er weer genoeg te beleven op valutamarkten. Bedankt voor het kijken en graag weer tot de volgende keer.